leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Filmcoach Freek. De plek waar ik jullie elke maandag een kijkje geef achter de schermen bij het Unicef Kinderrechten Filmfestival. En dus hier bij ons YouTube kanaal. Hallo Filmcoach Freek! Ik dacht het is volgende week kerst, dus vandaar dat ik het allemaal een beetje heb versierd. En... is het volgende week nou kerst? Is het volgende week? Nee. Ik ben een weekje te vroeg. Laten we snel gaan beginnen. En actie! Afgelopen week ging de kinderrechtenfilm in première in ons YouTube kanaal. In ons YouTube kanaal. Knap. Op ons YouTube kanaal. Nou, de film is inmiddels al meer dan 20.000 keer bekeken. Wow. En daarnaast hadden we tijdens onze live première 175 kijkers. Shoutout naar iedereen die erbij was en ook voor degenen die allemaal hebben gereageerd op de film. Dus ik zeg, nu is het tijd voor de reacties! Ik vind de reacties gewoon altijd heel erg leuk, omdat ik het leuk vind om te weten wat jullie van de film vinden. Girlsblog, die zegt, ik hoop dat jullie 1 miljoen abonnees krijgen, want ik vind jullie kanaal helemaal top nou. Dankjewel Girlsblog, ik hoop het ook. We hebben nu inmiddels, even kijken, meer dan 63.000 abonnees, dus 1 miljoen abonnees. Dat is nog een beetje veel, maar we kunnen wel even uitrekenen hoeveel het dan bij elkaar is. Nou, er moeten nog een paar bij, in ieder geval. Dus, heb je nog niet geabonneerd? Toen! Loren Lissen, die vraagt zich af of al deze verhalen echt gebeurd zijn. Natuurlijk lijken sommige films wel op verhalen die ook echt in het dagelijks leven kunnen gebeuren. Maar alle verhalen zijn dus bedacht door de kinderen die meespelen in de films. En daarvoor doen ze ideeën op uit het kinderrechtenverdrag. Nou, dit is dus het kinderrechtenverdrag en dit is een heel klein dun boekje, een blauw boekje van Unicef, waar alle kinderrechten in staan. Het echte verdrag is natuurlijk veel dikker, maar in dit kinderrechtenverdrag staan alle kinderrechten heel kort en duidelijk uitgelegd. En met al deze kinderrechten worden dus die verhalen bedacht. Het Unicef Kinderrechten Filmfestival is er ook aan de hele andere kant van de wereld, op de Caribische eilanden. Daar wordt het Unicef Kinderrechten Filmfestival ook uitgevoerd. We zijn daar vorig jaar geweest en volgend jaar gaan we daar weer naartoe. Vorig jaar was de school op Bonaire de winnaar van de eerste Caribische editie van het Unicef Kinderrechten Filmfestival. En nu was daar afgelopen week hoog bezoek. Wat doe je? Ja, ik kijk omhoog. Hoog bezoek. Toch? Nee, ik bedoel dat daar speciaal bezoek was. Bij de school was namelijk prinses Beatrix op bezoek. Maar dat is toch de koningin voor koning Willem-Alexander? Ja, inderdaad, dat klopt. En prinses Beatrix heeft samen met de kinderen die in de film hebben gespeeld, de film gekeken. En dat zag er dan ongeveer zo uit. Over een paar dagen is het zover. Dan is het weer... Kinderrechten Donderdag! En dan is het tijd voor een nieuwe film. Waarom doe ik dit? Speciaal voor jullie, hier, de trailer. Kunnen jullie even helpen? Ja, lekker belangrijk. Ze zien niet eens wat er op de wereld gebeurt. We zouden ze eigenlijk gewoon een lesje moeten leren. Wat? Nou, dit ziet er op zich nog wel best cool uit. Nou jongens, ik ben wel benieuwd naar dit spookhuis. Jullie moeten naar school gaan. Want dat is een recht. En daar mag je geen misbruik van maken. Nou, lekker belangrijk. Spannend, spannend, spannend. Nou, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie er komende donderdag om 4 uur zijn bij onze live première van deze film. En anders tot volgende week maandag bij een nieuwe Filmcoach Freek. Doei! 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 Doei!